We gaan deze eenvoudige schakeling nabouwen en dat doen we als volgt. We gaan draad van de plus naar een eilandje op het bord brengen. Vervolgens ga je alle eilandjes met elkaar verbinden. In dit geval hebben we maar één lampje. Dus ik breng het lampje van het ene eilandje naar het andere eilandje. Nu gaat de stroom door deze draad via dit lampje, maar nu moet het nog terug naar de min. Dat doe ik door de draad van het ene eilandje weer naar de min te brengen. Vervolgens kijk ik of de spanningskast volledig teruggedraaid is. Ik zet de spanningskast aan en draai de spanning op naar de gewenste voltage. Als je klaar bent, draai je eerst de voltage terug, dan doe je de spanningskast uit. Vanuit deze standaard situatie kan ik heel eenvoudig een serieschakeling maken. Ik haal één van de draden los, in dit geval de min. En vervolgens ga ik van de plus door het eerste lampje naar het ene eilandje. Vervolgens wil ik naar het andere eilandje en dat doe ik door het tweede lampje. Nu staan deze twee in serie. Wil ik een serie van drie maken, dus drie lampjes in serie, ga ik dus van één eilandje naar het andere, naar het andere, naar het andere. Ben ik klaar, plaats ik weer de draad terug, waardoor de stroom terug naar de min kan. Dan zet ik weer de power aan, spanning draai ik op en de lampjes branden. Spanning terug, spanningskast uit. Oké, nu gaan wij een parallelschakeling bouwen. We beginnen bij de plus. Vervolgens plaats ik de draad op een van de eilandjes. Ik ga nu twee rijen maken, parallel. Daardoor moet ik eerst een bruggetje plaatsen, zodat de stroom naar deze rij kan lopen, maar ook naar deze. Vervolgens plaats ik de lampjes parallel aan elkaar. De stroom kan dus nu door twee baantjes. Nu wil ik de stroom weer terugbrengen naar de min. En dat doe ik door weer een bruggetje te plaatsen, zodat de stroom hier naartoe kan gaan. Van waaruit de stroom terug kan naar de meterkast, de spanningskast. Vervolgens zet ik de spanningskast aan. Ik draai de spanning op. En de lampjes branden.